Heb je ooit nagedacht over je genen en hoe ze je gezondheid kunnen beïnvloeden? Heb je ooit gedacht dat je meer kans zou kunnen hebben op bepaalde gezondheidsproblemen vanwege je genen? Het blijkt dat veel ziekten verbonden kunnen zijn met onze genen. De DNA-test voor Actionable Diseases is een krachtig hulpmiddel voor iedereen die wil ontdekken voor welke ziekte zij het meest vatbaar zijn. Zou je het ook niet liever vroegtijdig willen weten? Maar hoe werkt deze DNA-test? Het American College of Medical Genetics is een organisatie bestaande uit zorgprofessionals die zich richten op het begrijpen van genen en hoe deze de gezondheid beïnvloeden. Deze organisatie heeft richtlijnen gedefinieerd die genetische varianten klassificeren in 5 categorieën. Pathogeen, waarschijnlijk pathogeen, onzekere betekenis, waarschijnlijk goedaardig en goedaardig. Een variant geclassificeerd als pathogeen wordt gezien als een grote kans hebbend om een specifieke genetische aandoening te veroorzaken of daaraan bij te dragen. Een variant geclassificeerd als waarschijnlijk pathogeen is er een waarvan sterk wordt vermoed, maar niet definitief bevestigd is, dat deze geassocieerd is met een specifieke genetische aandoening. Met de DNA-test voor Actionable Diseases wordt bepaald of in jouw DNA deze genetische varianten die zijn geclassificeerd als pathogeen of waarschijnlijk pathogeen aanwezig zijn. Maar over welke ziekte hebben we het? De DNA-test voor actiegerichte ziekte is verdeeld in 3 groepen. Aandoeningen die het risico op kanker kunnen verhogen. Aandoeningen die het risico op cardiovasculaire problemen kunnen verhogen. En andere soorten aandoeningen. Laten we de eerste groep nader bekijken, naar de aandoeningen die het risico op kanker kunnen verhogen. Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen die zich kunnen vermenigvuldigen. Echter, dit proces van celdeling moet zorgvuldig gereguleerd worden. Anders kunnen cellen zich op een oncontroleerbare manier gaan vermenigvuldigen, wat kan leiden tot problemen zoals tumoren of kanker. Ons lichaam heeft mechanismen die ervoor zorgen dat de cel zich niet te snel deelt. Het probleem ontstaat wanneer deze mechanismen niet werken. In deze DNA-test analyseren we de aanwezigheid van varianten in genen die, wanneer gemuteerd, deze mechanismen die de celdeling controleren, verstoren en er is een groter risico dat cellen oncontroleerbaar beginnen te groeien en leiden tot het verschijnen van tumoren en bepaalde soorten kanker. Enkele voorbeelden zijn retinoblastoom veroorzaakt door een mutatie in het RB1-gen, von Hippel-Lindau-syndroom veroorzaakt door een mutatie in het VHL-gen, juveniële polyposis. Syndroom dat kan worden veroorzaakt door een mutatie in de SMAD4 of BMPR1A-genen. Multiple endocrine neoplasie-syndroom. Type 1 veroorzaakt door een mutatie in het MEN1-gen en nog veel meer. Wat betreft aandoeningen die het risico op cardiovasculaire problemen kunnen verhogen, analyseren we de aanwezigheid van varianten in genen die bekend staan vanwege de beïnvloeding van de ontwikkeling van arritmogene rechter, ventriculaire cardiomyopathie, Brugada-syndroom, het lange QT-syndroom en het Lewis-Dietz-syndroom. Dit zijn verschillende soorten hartgerelateerde problemen. De gevolgen van deze cardiovasculaire ziekte kunnen variëren van onregelmatige hartslagen tot levensbedreigende gebeurtenissen, zoals plotselinge hartstilstand. Als je weet dat je een verhoogd risico hebt vanwege genetische factoren, maakt dit vroege opsporing en proactief beheer mogelijk. Dit kan regelmatige controles, het monitoren op tekenen van complicaties, aanpassingen in levensstijl en in sommige gevallen medische interventies omvatten om het risico op ernstige gebeurtenissen te verminderen. Naast cardiovasculaire en kankergerelateerde ziekten kun je in deze DNA-test ook ontdekken of je een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van andere ziekten zoals maligne hyperthermie, een zeldzame maar potentieel levensbedreigende reactie op bepaalde medicijnen die worden gebruikt tijdens anesthesie. Het identificeren van een verhoogd risico is cruciaal om deze reactie tijdens operaties te voorkomen. Het Marfan-syndroom, een genetische aandoening die het bindweefsel aantast, voornamelijk in het hart, de ogen en het skelet. Vroege detectie is cruciaal ter voorkoming van mogelijke cardiovasculaire complicaties. Ornithine transcarbamylase, deficiëntie, OTC-deficiëntie. Een zeldzame stofwisselingsstoornis die het vermogen van het lichaam om ammoniak te verwerken beïnvloedt. Vroege identificatie is essentieel om toxische ammoniakophoping te voorkomen. Fabry-ziekte, een erfelijke aandoening die verschillende organen aantast, waaronder de nieren en het hart. Vroege diagnose is cruciaal ter voorkoming van complicaties en het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Samenvattend biedt de DNA-test voor actionable diseases de mogelijkheid om vooraf te weten of je een verhoogd risico hebt op meerdere ziekten, waardoor je proactieve stappen kunt ondernemen naar preventie en vroege interventie. We hopen dat deze video heeft geholpen en we horen graag van je als je vragen hebt.